van het geheel. Vanaf de dag dat je bestond, was er een lied dat in je klonk. Hoor je dat wonderlijk geluid? Hoor je de klanken die het heeft? Heel de aarde zingt het uit. Het is het ritme. Stroomt een rivier die zijn ritme geeft aan mens en dier. In alles wat leeft klinkt het refrein dat ons wijst waar we moeten zijn. Als laatste, dames en heren, presenteren wij het pronkstuk van de collectie van Jean-Paul Ratier. Nou ja zeg, je zou toch denken dat een beroemde internationale modeontwerper een beter voorbeeld zou geven? Hoe kom je daar nou bij? Heb je dit gezien? Hè? Ik dacht dat tegenwoordig niemand nog echt bont droeg. Mag ik even kijken? Ik vind het walgelijk. Echt. Weet je, ik denk dat je je waarschijnlijk voor niets zo druk maakt. Wat? Als dieren doodgemaakt worden alleen maar voor zo'n domme bontjas? Eerlijk gezegd, Dalin, geloof ik niet dat er echt een dier is doodgemaakt voor deze absurde creatie. Dat is goed nieuws. Maar als ik niet beter zou weten, zou ik ook gedacht hebben dat die jas gemaakt is van de huid van een pardel links. Maar die zijn toch heel erg zeldzaam? Precies, ja. Zo zeldzaam zelfs dat ze tegenwoordig een beschermde diersoort zijn. Volgens mijn informatie tenminste. De Felix links pardina, zoals ze officieel heet, heeft tegenwoordig een heel aangenaam leven. Veel van hen leven veilig in een heel mooi nationaal park in het zuiden van Spanje. Daar waagt niemand het op ze te jagen vanwege hun vacht. En daarom denk ik dat deze modegril hier gemaakt is van namaakbont. Nou, als u het zegt zal het wel zo zijn. Maar als je je daardoor beter zou voelen, is het misschien wel een zinnig idee om in Spanje te gaan kijken. In Spanje? Oeh, ja, het is wel goed voor jullie om zo'n geslaagd natuurreservaat zelf te bekijken. Dan kunnen jullie zien hoe een paar van onze vrienden dat gedaan hebben. Die zon is heet. En hij staat recht boven ons. Lunchtijd dus. Oké, Slowly. We stoppen en gaan picknicken. Noah had gelijk. Het is goed om eens een mooi natuurreservaat te zien. Dat geeft je het gevoel dat alles nog wel goed komt. Auw! Ga weg, jullie smerige dieven! Wegwezen! Weg! Wat is er aan de hand? Dat weet ik niet. Sta stil. Hij heeft een steen in zijn hand. Hé, hey, wij zijn geen... Aragorn, naar huis, Holly. Snel. Kom, we gaan naar huis, jongens. Maar ik dacht dat we eten zouden gaan zoeken. Ik heb toch zo'n honger. Ach, hier, neem mijn boterham. Heb jij ook honger? Hier heb je de mijne. En één voor jou. Dat is aardig van Holly. Het spijt me dat ik dacht dat jullie niet te vertrouwen waren. Dat is oké, dat begrijpen we. Ik ben Felicia. En dit zijn mijn zonen Sancho, Pancho en Aragorn. Hoi, ik ben Bamboli. En dit is Slowly en dit is Dalin. Ze hebben gisteravond helaas geen eten gehad. En de dag daarvoor ook al niet. Maar er is hier in de buurt toch eten genoeg te vinden? Nee, niet voor ons. Ik hou van konijn. Maar dat hebben we al heel lang niet meer gehad. We hadden net bijna een eend te pakken, maar zo'n valse rat gooide steen en toen vloog die weg. Ratten? Wat doen die nou hier? Dat weet ik niet, maar ik kan je wel zeggen dat alles mis is gegaan sinds zij hier zijn komen wonen. Hoezo?
Nou, om te beginnen weet ik zeker dat zij alle konijnen gevangen hebben. En als wij dan hier in de buurt naar eten komen zoeken, achtervolgen zij ons. En dat is nog niet alles. Ze halen ook ons water weg voor hun fabrieken en vakantiehuizen. Bouwen ze die? Hier? Maar dit is een natuurreservaat. Nee, niet echt hier in het park. Maar vlak aan de rand ervan. En ze pompen ons kostbare water op voor hun zwembaden en elektriciteitsfabrieken en dat soort dingen. Er is zelfs niet genoeg water meer bij ons om te leren zwemmen. Nou, ik wil dat helemaal niet leren. Ik vind het maar eng, hoor. Jij bent bang voor alles en iedereen. Zelfs als we verstoppertje spelen. Alleen maar als jullie me laten schrikken. Speel jij wel eens bestoppertjes, Loli? Wel eens. Ja, kom mee. Dan ben jij hem. Ik maak me wel zorgen. Hoe kan ik ze hier nou goed opvoeden? Het is zo moeilijk hier nu. Hoe gaat het dan met de andere linkse? Ik denk dat de vier zijn weggegaan. Maar het is wel raar, want ze komen nooit afscheid nemen. En zijn er hier veel ratten? Ja, ze wonen in dat oude paleis aan de voet van de heuvels. Dan moeten we daar eens gaan kijken. En laten we het nu doen terwijl Slowly met de kleintjes bezig is. Kan jij ons de weg wijzen? Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Wie niet weg is, is gezien. Nog één keer die laatste draai. En nu goed in de maat alsjeblieft. Zag jij wat zij deed? Conchita stond weer op mijn tenen. Dat is niet waar. Carmen zette met opzet haar voeten onder de mijne. Dat deed ze vast per ongeluk. Dat deed ik per ongeluk, schat. Maar die voeten van jou zijn zo groot dat ze moeilijk te vermijden zijn. Ik wil dat jij je verontschuldigt. Ik denk er niet aan. Dan weiger ik te dansen in dat paleis. Maar dat zou een vreselijke ramp zijn. Wij moeten optreden voor de arbeiders van Ratko. En meneer Rattaglione wordt woedend als wij niet komen opdagen. Ze gaat veel te ver, Carlos. En bovendien kan ze niet eens goed dansen. Hoe durf je? Señoritas, por favor. Hou nou op met dat geruzie. Zij begon en nu ben ik te overstuur om te kunnen dansen. Waar ga je naartoe? Water zoeken. Mijn arme voeten hebben baat nodig. Probeer de rivier. Misschien is die groot genoeg voor jouw voeten. Ah! Hou op. Laten wij allemaal maar naar de rivier gaan. Dan koelen jullie misschien een beetje af. Dit park is erg groot en ook heel erg mooi. Daarom mogen we het niet door de ratten laten ruïneren. Verberg je, snel, achter die rots. Waarom? Stil, verberg je, kom hierachter. Is het nou nog erg veel verder? Nou, Pablo heeft me verteld dat hij de vier gezien heeft hier vlakbij. Maar de idioot heeft ze weggejaagd. Waar hebben ze het nou toch over? En waar denk je dat ze die netten voor gaan gebruiken? Om konijnen te vangen. Die netten zijn wel erg groot. Zo groot zijn konijnen niet. O jee, ik hoop dat de jongens zich goed verbergen. Maak je geen zorgen, Slowly is bij ze. Vijf, zes, zeven, acht, negen en tien. Wie niet weg is gezien. Ja, maar je moet me eerst nog maar eens zien te pakken. Waar is hij nou? Help! Slowly, alles oké? Okay? Ik ben geloof ik in een konijnenhol gevallen. Zitten er nog konijnen in? Nee, het ziet eruit alsof het al lang verlaten is. Ja.
Daarom is het natuurlijk ook ingestort. Dat is gebeurd omdat jij zo groot en dik bent. Hey, hou daarmee op, zeg. Haal me liever hieruit. Pak ze! Hey, wat gebeurt er? Bemoei je er niet mee, dikke? Wat ga jij doen met die kleine linkse? Dat zou je wel willen weten, hè? Mama! Wat was dat? Oh, ik hoorde niets. Wat is er, Felicia? Er is iets mis. We moeten snel terug. Ik kon niet snel uit het hol komen. Ik kon er echt niks aan doen. Het was niet jouw schuld, Slowly. Dat weten we wel. Daar gaan ze. Het zijn die ratten die we langs zagen komen. Daar was ik al bang voor. Ik zie helemaal niets. Daar, op de top van de heuvel. Jij moet wel hele goede ogen hebben. Ik zie zelfs geen heuvel. Maar waar zijn de jongens? Die zitten in hun netten. Kom mee. We gaan snel achter ze aan. Ja. Wie is daar? Doe open, domme rat. Wat zit er in die netten? Ah, kleine katjes. Praat niet zo hard, domoor. Rattenleone heeft voor jou gebeld, nummer 1. Al 3 keer. En wat moest hij? Weet ik niet. Hij had een pestbui en zei alleen dat je hem meteen moest terugbellen. Rapido. Oh, dat moet je dan maar doen, nummer 1. Oh, hou je mond, jij. We moeten eerst deze kleine bonballen veilig opbergen. We sluiten ze op beneden in de kelder. Blijf er nou niet staan. Doe de celdeur open en help me ze uit de netten te halen. Jullie dachten dat jullie konden ontsnappen, hè, katjes? Ze hebben me gekrapt. Hier, op mijn hand. Dat is toch niks, baas. Dat is maar een schrammetje. Ik kan niet echt bloed. Hé? Hey, zeg eens iets, baas. Hallo, zeg eens iets. Hij is flauw gevallen. Wat doen we daaraan? Hé, jij bent op EHBO geweest. Ah, dat is waar, ja. Tja, eens denken. Wat geef je ook alweer aan iemand die flauw gevallen is? Frisse lucht, ui. Breng me naar buiten. Ik ben zo bang. Ga nu niet huilen, we moeten proberen hier uit te komen. Kijk, daar ligt de sleutel. Ah, dat is te ver weg, daar kunnen wij niet bij. Hé, naar boven, daar is een raam, maar daar kunnen we niet bij. Misschien lukt het als wij op elkaars schouders gaan staan. Help eens even. Sancho, jij moet nu bovenop ons klimmen. Dat kan ik niet. Dat durf ik niet. Kom op, jij kan het best. En ben er. Er zitten tralies in het raam. Maar kan je iets zien? Nee, alleen maar rotsen. Kijk, daar achter dat raam. Dat is Sancho. Oh, we moeten ze snel eruit gaan halen. Kom mee. Wacht nou eens even, Slowly. Hoe denk je daar binnen te kunnen komen? We kunnen naar de deur lopen. Ja. En aanbellen. Ja. En zeggen dat we de elektriciteit komen opmeten. Geweldig, Slowly, maar vergeet je niet een kleinigheid. Wat? Die ratten hebben je gezien in dat konijnenhol. Dus ze weten wie je bent. Dan verkleed ik me toch? Ja, en waar vind je hier iets om aan te trekken? Oh my god. Ah! Huh? Zat
je wat ze deed? Conchita duwde me helemaal onder water. Dat is niet waar. Carmen zwom zelf heel hard tegen mij aan. Dat zijn die flamingo-dansers die treden op in het paleis. Weet je dat echt zeker? Ja. Kijk, ze hebben hun kleren daar op de oever gelegd. Felicia, blijf jij hier. Ik heb een prima idee. Wat moeten jullie? Ik geloof dat jullie ons hier verwachten. Ik schaam me echt dood als ik hier iemand tegenkom die ik ken. Hoe kan je hier nou iemand tegenkomen die je kent? Hé, jongens. Er is hier niemand. De artiesten zijn er. Niemand, hè? En wat gaan we nu doen? Ik ga hier echt niet dansen, hoor. Hé, señoritas. Kom, laat ons een lekker dansje zien. Maar ik kan niet dansen. Zij bedoelt dat ze niet goed kan dansen zonder muziek. En helaas is onze gitarist ziek. Ja, hij heeft een lelijke snee in zijn gitaarvinger. Dat is waar. Geen probleem hoor. Olé! Je best. Je kan toch wel wat beter dansen? Appa! Hey. Meer dan dit kan ik niet. En denk je echt dat die ratten helemaal niets in de gaten hebben? Misschien probeer langzaam een beetje opzij te dansen. En verdwijn dan. Yo! Appa! Allee! Hey, jongens. Ik ben het. Hallo! Waarom heb je zo'n rare jurk aan? Dat kan ik nu niet gaan uitleggen. We moeten jullie snel hieruit zien te krijgen. Daar ligt de sleutel, daar op de grond. Hallo? Oh, hi, baas. Sorry dat ik niet heb teruggebeld, maar ik was gewond geraakt tijdens het werk. En dat was zo ernstig dat ik eerst verzorgd moest worden. Dat interesseert me niet. Hoe gaat het met de zaken? Oh, het bungalowpark schiet lekker op. We hebben nog een hoop bomen omgehakt, zodat we nu zeker 6 zwembaden aan kunnen leggen. Niet die zaken, andere zaken. U bedoelt de fabriek? Oh, u bent toch zo slim, baas. U hebt de perfecte plek uitgekozen. Met al het water dat we zomaar kunnen oppompen. Het zou toch maar verspild zijn naar die domme dieren. Het enige domme dier dat ik ken ben jij. Ik bedoel natuurlijk de bonthandel. Het is beter als we dat woord hier niet gebruiken, baas. Welk woord? Bond. Oeps, ik bedoel B-O-N-T. Je weet maar nooit wie er mee luistert. Dat kan me niet schelen. Heb je nog een links gevangen vandaag? Nou, natuurlijk, baas. Ja, 3 kleine mannetjes. Het zijn nog baby's, maar we geven ze veel eten. Baby's? Wat kan ik nou eens hemelsnaam laten maken uit de huid van babylinksen? Oorwarmers! Maar baas, u bent toch niet vergeten dat het een bedreigde diersoort is? Nou, ze vangen is toch wel een klein beetje verboden. Ik wil geen problemen. Ik wil dat je een paar volwassen linksen voor me vangt. En snel, anders hang ik je op. Wat zei die een? Ja, wat dacht je? Hij zei dat ik nog eens heel erg goed word in deze handel. Kom op, we moeten aan het werk. Oké. En nu moeten jullie nog terug naar je moeder. Maar hoe komen we buiten? Daar zien die ratten ons. Ik ben bang. Weten jullie nog dat we verstoppertje aan het spelen waren? Ja. Ik wil dat nog een keer spelen. Huh? Hier? Ja, ik weet een plek waar jullie je heel goed kunnen verstoppen. En niemand zal op het idee komen jullie daar ooit te zoeken. Waarom loop je ineens zo raar? Oh, ik ben nog dikker geworden. Waar heb je het over?
We moeten hier nu heel snel weg, want ik heb de linkse. Hallo, Dali. We spelen weer verstoppertje. Slowly heeft deze plek bedacht. Ja, dat is een goed idee. Maar dan moeten we hier nu wel snel vandaan. Hé, jongens, kijk. Die andere is ook weer terug. Oh. Kom op, muchacha. Laat ons nog eens zien hoe goed je kan dansen. Oh, nee, sorry. Oh, nee, ik ben niet te moe om te dansen. Zo'n stevige dame als jij te moe. Kom weg. Hoe hebben die kleine linksen nou kunnen ontsnappen? Oh, hier. Zo, en nu snel wegwezen, jongens. Pak ze. Hou ze tegen. Laat ze niet ontsnappen. Die linksen eerst. Haalde ze aan. Hallo, Kees. Ga je wel een dag met Kees, onze kleine groep. Ja, spring maar. Spring maar in het maar water. Maar we kunnen niet zwemmen. Dat kunnen jullie wel. Geloof me, spring. Kijk, mama. Ik kan zwemmen. Ik kan het. Ik kan het. Ja. Doe iets, roep ai ai! Snel, de ratten komen eraan. Wel een beetje hobbelige landing. Ik zou eigenlijk schokdempers moeten hebben. Ai ai, wat ben ik blij dat je er bent. En zo te zien ben ik nog maar net op tijd. Snel, snel. Ik pak dat stelletje wel. Maak je maar geen zorgen. Eens had ik geen vrienden, nergens was ik thuis. Maar ik ben niet eenzaam meer, want hier vond ik mijn huis. Wij doen alles samen, zo is het. De aarde moet vol vrienden zijn, zoals een boom die groeit. Want voor een vriend zal ik door het vuur gaan, en voor een vriend dwars door de zee. Ik laat geen vriend ooit voor mijn deur staan, ik draag ze altijd.